We zijn vandaag in Leiderdorp. Sinterklaas komt hier aan. Zaterdagochtend is heel vroeg. Het is een beetje bewolkt. Het regent. Een heleboel kinderen. Een heleboel pieten. En fotografen. Spannend, hè? Sinterklaas misschien. Heb je Sinterklaas al gezien? Waarom we zo laat waren? Op de boot. Hij staat hier al lang te wachten. En met wie ben jij hier dan? Papa en Evie. Oh, zij is een beetje lief geweest, papa. Heel lief geweest. Ja, en hebben ze een beetje geslapen vannacht of was ze toch wel spannend? Nee, ze heeft niet geslapen. Nee, want ze is ook nog jarig ook. Dus... Ben jij jarig vandaag? Gefeliciteerd. Mag ik een handje? Dubbel feest. En daar is Sinterklaas. Zie je hem? Zo zwaaien naar Sinterklaas. Dag Sinterklaas. Kom maar snel hierheen. Jullie zitten op de eerste rij, hè? Zeker. Kunnen goed zien, hè? Heb jij Sinterklaas al gezien? Hij zit op de boot, hè? Ja. En wonen jullie in Leiderdorp zo? Ja. En ga je ieder jaar naar de intocht in Leiderdorp? Ieder jaar. Is een leuke intocht hier? Ja. Heel leuk. Kwam hier als kind ook? Ja. We wonen altijd hier tegenover, dus we komen hier elk jaar van kleins af aan al. En wat staat er dit jaar op het verlanglijstje? Voor de kleine? Ik denk heel veel Duplo. En voor jezelf? Voor mezelf niks. Nee, kinderfeest, hè. Ik ben wel lief geweest? Ik ben heel lief geweest, altijd. Dan is goed. Zwarte Piet, het is toch weer goed gekomen, hè? Gelukkig maar, gelukkig maar. Het duurde wat langer dit jaar, hoe komt dat? Ik geloof dat de brugwachter dat er iets mee was, dus ik weet niet precies wat er nou is gebeurd, hoor. Maar je bent blij dat je Sinterklaas weer ziet, dus? Gelukkig maar, fijn dat hij er toch nog is gekomen. En wat ga jij spelen dan straks? Nu zie ik Gins komt de stoomboot en alle bekende Sinterklaasliedjes natuurlijk. Wil je nog wat tegen de kinderen zeggen in de hele regio Leiden? Welkom. Zet allemaal je schoenen, dan krijg je vast een cadeautje. Ja, mogen we vanavond ons schoen zetten? Vanavond je schoen zetten. Vanavond ons schoen zetten. Bent u nou nog zenuwachtig, burgemeester? Een beetje wel, of die heel huids de boot afkomt. Het was toch weer even spannend dit jaar? Het is altijd spannend, ieder jaar weer. Weet u nou of de kinderen in Leiderdorp een beetje lief geweest zijn dit jaar? Ik weet het zeker. We hebben laatst een onderzoek laten doen naar grote ergernissen, maar de kinderen waren alleen maar lief. En dan ben ik ook wel benieuwd, is de burgemeester lief geweest? Nou, dat laat ik aan uw beoordeling over. Ik vind zelf van wel. Viert u ook zelf Sinterklaas? Jazeker. Hoe ziet de Sinterklaasavond bij de burgemeester eruit? Met heel veel gedichten en plagerijen. Oké, nou heel veel plezier 5 december. Dank u wel, u ook. Dank u wel. Zwarte Piet, hoe was de reis naar Leiderdorp? Nou, dat heeft wel even geduurd hoor, want we kregen de brug niet open. Blijkbaar was de brugwachter nog niet wakker, dus het heeft al... Maar dat hoort er ook een beetje bij, hè, dat het even duurt. Welke Piet ben jij? En zoveel mensen weer. Welke Piet ben jij? Ik ben de hoofdpiet. De hoofdpiet, oké. Okay. Is alles onder controle? Ik ga er wel vanuit. Het enige wat nu fout gaat, is dat ik hier sta en Sint daar loop. Ja, dan moet jij snel door één ding... Ja, ik heb mijn dochter vandaag bij me. Staat India in het boek? Uiteraard staat die in het boek. Ik heb al lang gekeken. En ik heb al gezien dat jij gewoon vanavond even moet vragen aan papa en mama of ze al afspraken hebben gemaakt met pakjes Piet of jij vanavond je schoen mag zetten. Maar ze is wel lief geweest hoor. Ze staat ook niet in het boek dat ze mee moet naar Spanje. Nou, nu snel ze Sinterklaas, hè? Even stoppen. Hey India, hoor je dat? Je mag vanavond je schoen zetten. Blij? Ja. Goed zo. Mwah. Zo. Er wordt inmiddels ook wat snoepgoed uitgedeeld. Hebben jullie al pepernoten gekregen? Hoe smaken ze dit jaar? Lekker. Ja, jij hebt een hele zak ook meegenomen, zie ik. Wat zit erin? De pepernoten. Oh, mogen we eens even in je zak kijken? Okay, even aan de cameraman laten zien, hoor. Ja, die was van het jaar een beetje anders. Dus een beetje met... Kan je ze zien? Ja, ze zijn te zien. Heb je ze al geproefd, ook? Nee. Wat ga jij aan Sinterklaas vragen dit jaar? Dat weet ik nog niet. Misschien. Heb je niks? Wat wil je nou het allerliefste hebben? Cameraatje. En wat ga je dan doen met dat cameraatje? Foto's maken? Ja. Vind je dat zo leuk, foto's maken? Ja. En wanneer ga je je schoen zetten? Weet ik niet. Ik weet niet wanneer het mag. Nou, Zwarte Piet zei net tegen mij dat het vanavond mag. En als jij dan je schoen zet, zing jij dan ook een liedje? Ja. En wat is jouw lievelingsliedje dan? Ik verschil altijd. Ze zijn allemaal wel leuk. Ja. Okay, ik ga je niet op. Kijk, daar komt Zwarte Piet weer. Sinterklaas loopt al heel lang mee. Zeker, ze zijn hier allemaal lief. Volgens mij klopt uw hart ook vol verwachting. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Ieder jaar nog Sinterklaas vieren?
Wij vieren ieder jaar nog Sinterklaas, ja. En hoe ziet dat er bij u thuis uit? En nou, ik ga meestal naar mijn zoon, naar zijn gezin. Maar we hebben het ook wel eens een keer gedaan dat mijn andere kleinkinderen uit Engeland hier kwamen en dan bij mij thuis kwamen. En dan was Sinterklaas zelf op bezoek gekomen. Die is bij u, dus hij komt er nu aan, dus hij kent u waarschijnlijk ook nog wel. Misschien wel, ja. Misschien wel, ja. En heeft u nog wensen voor Sinterklaas? Nou, voor mezelf heb ik geen wensen, maar ik hoop dat mijn kinderen en kleinkinderen het goed hebben. Nou, dat zou toch een mooi cadeau zijn. Ja, ja. Zeg, Zwarte Piet, is het nou leuk als zij niet even gewoon een heel leuk liedje zingen voor de televisie? Ja, nou eigenlijk wel, ja. Wat voor liedje willen we horen? Sinterklaasje, kom maar binnen. Kunnen we dat zingen met z'n allen? Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Oké, 1, 2, 3. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Want de Sinterklaas kan wel even weg. De Sinterklaas kan wel even weg. En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. Nou, dat hebben ze goed gedaan, toch Piet? Ja. Ja, hè? Applaus voor de kinderen hoor, hier. Is dit de ballonpiet? Ja, wij zijn de ballonpieten. En met hoeveel ballonpieten zijn jullie naar Leiderdorp gekomen? Drie. En wat kunnen jullie allemaal maken dan? Wat wilt u dat wij maken voor u? Wat willen we dat Piet gaat maken voor ons? Een hond. Een hond? Een hond. Een hond. Een hond. Nou, ballonpiet gaat een hond maken. Eens even kijken hoe die dat doet. Oh, hij is wel heel erg goed, hè, deze ballonpiet. Waar heb je dat geleerd, Piet? Op de Pieterschool, hè? Ja, daar leren we allemaal van dat soort dingen. En hier ben jij het beste in dieren maken. Ja, zeg maar een dier en ik maak er voor je, alsjeblieft. Dankjewel. Nou, die zet ik bij mijn bed. Een echte hond van Piet. Als je deze nou wil hebben, mail mij dan maar even. Rudo@unitytv.nl. Rudo@unitytv.nl staat ook onder in beeld hier. Krijg jij deze hond? Sinterklaas gevonden. Of ben je nou Sinterklaas? Of? Oh, je bent verkleed als Sinterklaas. Wat heb jij een mooi pak. En ik zie dat je ook al snoepjes hebt gekregen. Ja. Ga je vanavond nog je schoen zetten? Ja. Ja. En wat wil jij graag in je schoen hebben dan? Een wortel. Oh, dat doe je voor het paardje. Paard houdt wel van wortels, hè? Wat je dan ook kan doen is een suikerklontje. Maar ga je dan ook een liedje zingen vanavond voor Sinterklaas? Ja. En wat voor liedjes zing jij dan? Ik ging met... Sigins komt de stoomboot. Oh, Sinterklaas ook, ja? Kan je hem voor mij zingen? Gaan we, hè? Sinterklaasje, poesje, geef wat in mijn schoentje. Dank je, Sinterklaasje. Ik denk dat jij wel wat krijgt. En weet je wat mooi is? Ik sprak Zwarte Piet net en die zei dat je gewoon je schoen mag zetten vanavond. Dat is leuk.
Saar en Nicky zijn er ook. En nou zie ik, jullie zijn met opa en oma. Maar is jouw opa een beetje lief of is het een ondeugende opa? Lief. Is het een lieve opa? En hoe lang staan jullie hier al? Weet ik niet. Maar hebben jullie wel al Zwarte Pieten gezien? Ja. En heb jij Sinterklaas al gezien? Ja. Hoe ziet hij eruit? Ziet hij er mooi uit? Heeft hij een mooie baard? Ja. En heeft hij een meid erop? Ja. En ja, je staat hier dus met opa en oma. En de vader en moeder. Ja, er staan dus eigenlijk 3 generaties hier. Ja, dat klopt inderdaad. Dan bent u denk ik een trotse oma. Zeker weten, tuurlijk ben je altijd trots op je kleinkinderen. Hoe vieren jullie Sinterklaas dit jaar? 5 december. Ja, en dan komen ze dan bij u? Dat weten we nog niet, het is nog niet beslist. En dan moeten we wel Sinterklaas laten weten, want anders komt het niet goed. Wel. Ja, dat doen we zeker. Nou, veel plezier. Ja, oké, dankjewel. Hoe was het om Sinterklaas een handje te geven? Ja, leuk. Wat heb je tegen hem gezegd? Prettige verjaardag. Oké, ja. En weet je ook hoe oud hij wordt? Nee, niet precies. Nee, hè? Volgens mij weet je dat zelf ook niet meer. Heb jij Sinterklaas ook een handje gegeven? Nee. Wie heeft Sinterklaas een handje gegeven? Jij? Wat heb jij tegen hem gezegd? Nou, niks, maar ik heb wel een tekening aan hem gegeven. Oh, wat heb je voor tekening gemaakt? Ik heb een heleboel tekeningen. En zitten die nu bij de hoofdpiet in zijn boek? Weet ik niet. Nee, die heeft hij vast. Die heeft hij vast. Nou, daar zal hij vast naar gaan kijken. En ik denk dat hij daar ook heel blij mee is. Ja, dat denk ik ook. Veel plezier. Ja. En Piet, ben je nou jaloers op mij? Ja, heel erg. Ja, ik waarom? Dat ik zo mooi uitzag als dat u eruit zag. Ja, ik heb zo'n mooi... Nee, die heb ik niet. Die heb jij niet. Nee, ik heb wel een veertje ergens. Ja, maar ik ben jaloers op jou, want jij mag altijd in Spanje. Jij bent altijd bij Sinterklaas. Dat is waar, ja. Mijn leven is echt heel goed eigenlijk. Ja. Ik denk dat jij niet wil ruilen. Ik moet altijd... Nou ja, dat is ook leuk eigenlijk. Ook leuk. Volgens mij hebben alle twee gewoon een leuk leven. Ik denk het ook. Ik denk dat... Ja, dat lijkt me goed. Alle twee goed leven. Allebei leuk. Ja, of wij moeten trouwen, Piet. Oh, dat dan kan. Hebben we... Maar dat, nee, dat kan niet. Want dan moeten we de helft in Nederland wonen en de helft in Spanje. Nee, wordt het hem ook niet. Wordt het ook niet, hè? Nou, misschien tot volgend jaar. Ja, dat denk ik wel. Ben je misschien wat pepernoos omdat je je werk zo goed doet? Dankjewel, je Piet. Leven toch best leuk. Het is toch wel een beetje spannend, Piet. Dankjewel, Piet. En een fijne dag. Krijg gewoon een kusje, Piet. Nou, dat kan niet, Piet. Of meneer, dat kan niet. Want ja, dat kan niet. Sorry. Sorry. Ik zou het heel graag doen, maar sorry. Doei. Doei. Ik zag pas dat Barbara de hond had meegenomen. En denk, neem ik mijn kind mee als Sinterklaas komt. Hey Piet, hoe is het? Goed. Fantastisch. Wel koud voor jullie, of niet? Nou ja, de regen is wel wat koud. Dat zijn we natuurlijk niet helemaal gewend. Ik kan me goed voorstellen. Ja. Daar zit ik. Hallo Sinterklaas. Hallo, hallo. Hoe is het om weer in Leiden-Dorp te zijn? Uitstekend. Ik vind het overweldigend gewoon. Zulk slecht weer. Ja, Leiden-Dorp is ook zo'n heerlijk dorp met allemaal lieve kinderen. En ondanks de regen, ze zijn er allemaal. Volgend jaar komt Sinterklaas weer eerst naar Leiden-Dorp. Oh, echt? Hoor je dat? Ik heb mijn dochter even meegenomen. India, maar die kent u al, hè? Ja, natuurlijk ken ik je. Natuurlijk wel. Mag ook je schoentje zetten, hè? Natuurlijk wel. Nee, het is heel fijn hier te zijn. Nou, we zijn blij dat u er weer bent. En heel veel plezier op uw verjaardag ook. Het zal best lukken, denk ik. Dankjewel, dankjewel. En succes. Hè. Dan mag je schoen zetten, hè? Ja. Sinterklaas is weer in het land. Hij is aangekomen, onder andere in Leiden-Dorp. 5 december op een vrijdag, dan viert hij zijn verjaardag natuurlijk. Ja, met de intocht van Sinterklaas in Leiden-Dorp zijn we ook weer aan het einde gekomen van deze aflevering. Vind je het een keer leuk als ik bij jou langskom, dan kan je me mailen. Rudo@unitytv.nl. Ook voor die hondballon. Gewoon mailen. En ik ben de volgende week weer.